Goedemiddag lieve mensen, Moederweek, een spannende week, een week waarin we allemaal extra hard ons best moeten doen, we extra veel handel hebben en dat gaat u natuurlijk zien in de webshop, maar ik vind het ook ontzettend leuk om u mee te nemen in onze voorraad. Wat u in de webshop ziet, maar dan ook werkelijk beleven even met de camera, wat dat allemaal inhoudt als we er gewoon langs lopen. Want soms is dat wel eens jammer dat u het niet live kan zien. Ik hoop hiermee u een klein beetje te laten beleven wat wij elke dag zien. Want de bloemen zijn echt fantastisch. Achter mij zien we wat boeketten die al klaarstaan voor de klanten die dat vooruit besteld hebben. En dan ga ik u nu meenemen in ons paradijs. Daar gaan we. Aan deze kant staan de allerlangste bloemen die we hebben in het Orbic proces. Hier ziet u Delphiniums van Wigert uit Portugal. Dat zijn de allermooiste. Let erop, er staat de PT van Portugal in de webshop. Daar is het eerder voorjaar dan in Nederland. We hebben ze ook al van Bleker en van andere kwekers, zoals Delphi uit Nederland. Maar uit Portugal zijn er echt allerdikste en Wigert behandelt ze goed vol. Het is maar in alle kleuren. Het is werkelijk fantastisch. Donkerblauw, lichtblauw, lila. We hebben daar nog wat korter staan aan de andere kant. We gaan een wandelingetje maken door de paden. Er wordt nog ingezet en er wordt al wat orders klaargemaakt. We gaan nu beginnen voor vandaag. Ik denk dat dit een aanbieding is, maar die zijn wel wat open. Dus let op. Direct verwerken. Dit is top. Dit is het allermooiste wat er bestaat. Kijk. Supermooie stelen uit de kast vandaan. Ontzettend zwaar en een hele grote. Heerlijk om zo te lopen. Je ziet wat een pracht. Waanzinnig. Vol op leeuwenbekken. Hollandse, het kan weer. Er zijn ook nog Italiaanse, die zijn nog langer, maar prima. Mooie dikke stelen, stevig. Hebben ze getest op de treken. Het gaat goed. Het is erg koud, dan worden ze wel wat rossen. Maar het valt reuze mee. Prachtige dahlia's. Café Olé. U kent ze. Jongen, jongen, heb je een houten jong? Echt een treffer. Kijk eens. In mei. Alsof het september of augustus is, zo hard. Classic. Mooi groen, past in elk bouquet. Ook kijk dan, en nog tulpen. Dat is mooi. Wauw. Hoe heten ze? Avignon Perrot. Schitterend. Wat een kwaliteit. Opstal, een van de beste trosrozen kwekers. Tien stelen in een hoes. Ze zijn heel houdbaar. Vroeger was een trosroos een moeilijk product. Ze zijn enorm verbeterd. 10 dagen plezier of langer zelfs.
vandaag een meter lang. Oh, oh. En kijk deze. Echte liefde. Vurige liefde. Tien kappen waren. Dit is ook zo mooi, hè? Vincent Choice. Nog donkerder dan de zon in orde. Lollipop. Kaya. En voor de liefhebber. We hebben ongeveer 20 of 30 soorten eustoma's, maar sommige kwekers vinden het nog niet genoeg. En die maken er gewoon zelf kleuren bij. Doe ermee wat je wil, toch wel leuk. Dit is wel grappig om te vertellen, hè? Nieuwe soort zonnebloem. En moet je dat dan nog verbeteren? De zin en de orange is zo mooi. En toch hebben een vermeerderaars het voor elkaar gekregen om de kleur enigszins wat intenser te maken. Een klacht was bij het onderzoek dat de bovenste blaadjes bij de bloem erg groot waren. Nou, bij deze zie je dat die heel klein zijn. Daardoor komt de bloem veel meer tot zijn recht. Ik vind het ontzettend knap wat dat soort bedrijven kunnen. Met kruisen en selecteren. Ook de houdbaarheid is fantastisch. Heel bijzonder. Dit is ook zo mooi. Zie je wel de kleur. Nieuwe soort celosia. Schitterend. Exclusief. Hij heeft het maar heel weinig. Wij hebben dan het geluk dat we er een paar van krijgen. Voor de liefhebber. Ik zou alles wel willen laten zien, hè. Het is echt geweldig. We zijn ook op een butterfly. Nu uit Holland. Daar begonnen in Italië en in Kenia. En nu komen ze hier uit de Nederlandse kassen vandaan. Ietsje korter, maar schitterend gekwam. En ja, wat niet iedereen weet, is dat deze uit Japan komen. Het is een cultuur die in Japan al heel lang bestaat. Japan is eigenlijk net zo'n soort bloemenland als Nederland. Nederland heeft het wel wat groter aangepakt. Maar ze gebruiken daar ook heel veel bloemen uit. Maar in Japan kregen ze het voor elkaar om de gentiaan zo lang te maken. Terwijl die hier in Europa in het wild in de Alpen groeit, is die maar zo lang. Is 55 centimeter lang. Dit zijn de witte, maar we hebben ze in 5 of 6 kleuren. De hele kast staat daarop. Hè? En wat nou zo mooi is en later is op dit moment, ik durf ze wel 2 weken te garanderen. Ze zijn vol behalve zilvernitraat. We hebben nog heel weinig bacteriën de eerste helft van het jaar. Ze zijn ontzettend sterk. En ze zijn ontzettend leuk. En er zitten 3, 4 of 5 minuten op een steel.
zeg biologisch, maar het is wel biologisch verantwoorde verf. Ik denk dat we 6 kleuren hebben. Heel leuk. Tulpen blijft natuurlijk uit de koude bak vandaan. Het is laat, maar toch wel leuk. En je kan ook nog voor een redelijke prijs dan nog een boeketje maken. Oh kijk, deze is ook leuk. Koud van buiten, korte tulpjes. Heel kort. Kijk eens van dichtbij. Heb je ze scherp? Hele gevulde geflanjeerde tulpjes. Mooie Sana, dit is ook geweldig. Nog nooit gezien. Menthol publiek. Ze lijken iets meer oranjeder dan in het seizoen. Schitterend. Kijk eens. Wat een jongen. Occipitalen. We hebben ze in het wit. En in het rood, in het blauw, maar met de moederdag heb je ze ook in het roze. En echt mooie kwaliteit. Kijk hard. Vroeger was dat echt slappe hap. Nou, ze hebben de kwaliteit zo verbeterd. En het... Dubbele. Dus in het bloemetje zit nog een bloemetje en daarin nog een bloemetje. En een hele mooie kleur. Wel. Ik zou alles op willen hebben. Proteas. Het lijken wel veertjes. Hier maak je wel echt iets bijzonders mee. Moederdag aanbieding. Mooie Sophia Loren. Grote roze roos, past in elk boeket, goed betaalbaar. En een eye catcher. Mooie kleur, direct te gebruiken. Twee karretjes vandaag. Even een wandelingetje door de cel. Ik hoop dat u iets heeft kunnen proeven van de kwaliteit en het assortiment. Van wat u in levende lijven achter uw computer nooit kan zien. Maar ik hoop dat u zoiets hebt kunnen proeven van wat er werkelijk hier allemaal staat. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. En ik wens u een fantastische week en een zeer goede verkoop. Dank u wel. Kijk hoor. Ja. Jij zegt ja? Ja. Je moet even spieken naar de naam. Maar dit zijn hele mooie kleuren. Geweldig.